Je zou kunnen zeggen dat het verbijsterend is om te lezen dat in deze fase van de heilsgeschiedenis, waarin God zichzelf geschonken heeft aan zijn volk in Jezus Christus, dat een groot gedeelte van Israël Jezus als de koning van de eindtijd en als de beloofde Messias helemaal niet herkent en erkent. Hoewel dat zo is, en de Bijbel spreekt over een gedeeltelijke verharding die over Israël gekomen is, denk ik toch dat we, voordat we verder gaan, in alle eerlijkheid een paar kanttekeningen moeten maken. De eerste is dat de meeste Joden in de tijd van Jezus nog nooit van Jezus gehoord hadden. De meeste Joden woonden namelijk helemaal niet meer in Israël, in Jeruzalem. De diaspora was met een ongekende omvang begonnen. Er woonden in Alexandrië en in Rome veel meer Joden dan in Jeruzalem. En het tweede is dat de meeste Joden langzamerhand Jezus dus leerden kennen door de boodschap die de kerk bracht. En dat was een boodschap die inmiddels zo ontjoodst was, waarbij Jezus voorgesteld werd als iemand die een universele God-mens was. Je zou kunnen zeggen zonder gebedsmantel en zonder gebedsriemen en zonder kwasten aan zijn kleed. Maar ook zonder de hele profetische invulling van de Messias. En bovendien een kerk die zichzelf als vervanging zag van Israël, het nieuwe Israël, en die het kruis ging gebruiken, omgekeerd, als een zwaard om de Joden ermee te slaan en te verdrukken. Dat het voor Joden wel heel erg moeilijk was om in zo'n Jezus te gaan geloven. Maar we lezen in Romeinen 9 tot 11, waar Paulus worstelt met het ongeloof van zijn eigen volk, daar lezen we toch wat het niet betekent. Het betekent volgens Paulus volstrekt niet, dat is de eerste vraag die je dan op tafel legt natuurlijk, het betekent voor hem volstrekt niet dat God zijn volk verstoten heeft, integendeel. En het betekent ook dat het een gedeeltelijke verharding is, daarover spreekt hij. Het is niet een totale verblinding, het is niet een totale verharding. De Joden bidden ook en Joden hebben ook een relatie met God. Het is alleen op dit punt van de Messias dat ze afhaken. En bovendien laat Paulus merken, als hij erover schrijft, dat het maar niet een bedrijfsongeval is. Hè? Dat je zegt, van, het is toch wat. Dan gaat die heilsgeschiedenis de eeuwen door en dan wordt daar eindelijk de zoon van David geboren. En hij is degene die alle beloften gaat bevestigen. En overal willen ze dat wel geloven. Van Siberië tot Zuid-Afrika, van Alaska tot in Indonesië. Er is alleen één volk die er zo'n moeite mee heeft. En laat dat nou net dat uitverkoren volk van God zijn. Alsof de duivel ermee speelt. Nee, zo is het niet. Paulus die schrijft in Romeinen 11 vers 28... en al eerder dat God er de hand in heeft. God heeft hen een geest gegeven van diepe slaap, ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van vandaag, zegt hij. En hij schrijft in Romeinen 11 vers 28... ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Het is niet zomaar. Het heeft een reden. Het is om uwentwil. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 28... ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Dat is een belangrijke tekst, want dat betekent dat ook al haakt Israël voor een groot gedeelte af. En Paulus spreekt zelfs over takken die zijn weggebroken, dat die takken niet vernietigd worden, maar dat ze in de handen van God blijven. Ze blijven geliefd. En als God iemand geliefde noemt, dan is dat natuurlijk geen loze opmerking. Dan heeft dat ook werkelijk inhoud. Dan luistert God ook naar zijn geliefde. Dan bekommert hij zich ook om de geliefde. Maar er staat dus ook dat ze vijanden van het evangelie zijn. Ter wille van u. Niet zomaar. Maar te willen van u. En dan vraag ik me af, maar wat is er dan met mij dat moest? Dat God dat zo geleid heeft? Laat ik het nog een keertje op een rijtje zetten. De hele heilsgeschiedenis begint met het Joodse volk. Het Oude Testament is Joods. De profeten zijn Joods. Het Nieuwe Testament is Joods. De apostelen zijn Jood. Jezus is Jood. En in de toekomst gaat het wel om het herstel van heel de wereld, maar het centrum is Jeruzalem.
En de grote vraag is, kan Rome toen, kan ik dat hebben? Je moet weten, als ik zondag in de kerk preek en ik preek al te nadrukkelijk over Israël, dat ik merk dat sommige mensen kriegel worden. Alsof ze dat niet kunnen dragen. Stel je voor dat ik ergens zou zijn met de kerstnachtdienst. En groen en rijp, iedereen is naar de kerk gekomen. En ik zeg tegen de mensen die voor me zitten, ik ga vanavond spreken over de geboorte van Jezus. Nou, dan zie ik ze instemmend knikken. Daar zijn ze ook voor gekomen. Ze hadden niet anders verwacht. Vervolgens zeg ik, ik ga spreken over de boodschap van de engel. Nou, ze vinden dat geweldig. Ik hoor nog een klein jongetje zeggen tegen zijn oma, oma, wat is dat? Wat zijn dat engelen? Waarop zijn moeder zegt, nou, dat zijn die dingen die bij ons in de kerstboom hangen, maar dan in het echt. En vervolgens zeg ik, ik ga zeggen wat de engel Gabriël zegt, dat deze koning zal zijn over Jacob, over Israël, tot in eeuwigheid. Nou, dan hebben de mensen toch al gegeten en gedronken, daar komen ze toch helemaal niet voor. Dan zeg ik het maar met een paar woorden, maar er is ergens een sluimerende irritatie. Een sluimerende jaloezie naar het volk Israël toe, waardoor God blijkbaar zijn volk even in de schaduw gesteld heeft en het evangelie de wereld ingebracht heeft, alsof het buiten Israël omgaat. Dat is natuurlijk niet zo. Dat lijkt maar zo. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat wij een Jezus, een heiland hebben omhelst, die heel erg op onszelf lijkt. En die alsof het er één van ons is. In één van mijn gemeenten had ik naast de voordeur een glas in loodraam van de Messias. Dat was in Friesland. En ik wist dat het de Messias was, omdat hij een schaapje om zijn nek had. Maar als je ernaar keek, dan was het een opgejochte Fries. Hij had rood haar, een rode snor en blond haar. Je zou niet zeggen dat iemand uit Israël was. En zo is het eigenlijk altijd gebleven, tot op de dag van vandaag. En dan moeten we aan het einde zeggen, ja, niet alleen Israël heeft een gedeeltelijke verharding, maar de kerk heeft die ook. En die gedeeltelijke verharding zal zowel bij Israël als bij de kerk aan het einde door God zelf moeten worden weggenomen.